Er is weer tijd voor een gesprek met. Dan ben je bij een mannenkon die dat heel veel en in Oldebroek zullen ze hem zeker wel kennen. We praten hier met Kees van Eerden. Geboren en getogen in Oldebroek? Ja. Ja. En wanneer ben je geboren? 1946. Dus ik ben ook al een man van een aardige leeftijd? Ja. Ja, dat kunnen we zeggen, ja. Ja. En ja, Kees van Eerden, wie kent hem niet, want hij doet heel veel vrijwilligerswerk. Ik denk aan Oostfeest. Je hebt voetbalvereniging Oveas. Je hebt sinds kort al een aantal jaren bij de Stichting Oldebroek betrokken. Ja. En dan kom je natuurlijk aan een grote hobby, dat is de knin. Ja. Waar haal je al die tijd vandaan? Nou, je hebt 24 uur per dag, dus hier kun je 24 uur per dag mee bezig zijn. Ja, ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja, ik ben bij maar, maar dat hoeft niet. Het hoeft niet speciaal, nee. Nee. Maar nu ben je bij Ovias, bij de stichting en Oostfeest. Ja. Hoe ben je door zo verzeld eigenlijk? Oostfeest, daar ben ik maar alleen met Rogemeen, hè? Ja, ja. Maar verder niet? Maar verder niet, nee. Nee. En bij Ovias? Ja, daar ben ik een paar uren en een soort is wat de hele dag. Tenminste, naar kan. Als ik geen knin tentoonstelling heb. Nou, dan ben ik een soort is, ja, van 1 tot 8 of zo. Of van 10 tot, ja, zeg maar. Ja. Ook 7 of 8. Dus dat is ongelukkig. Ja, of van volk als erin. Maar ben je een voetbalfreak als zij, nou, ik doe dit liefde? Ik doe gewoon... Ik ben bij Ovias en ik help in de kantine en ik maak dit schone en ik maak dat schone. Ja. Maar voetballen, nou daar zie ik mezelf nog zwart nodig van. Nee. Hetzelfde bij de motocross, hè? Ja, dat bij de motocross, ja, daar zitten we op controle. Ja. Maar opbouwen hè, en zo, dus dat vind ik wel mooi. Ja hè, de sfeer vind ik mooi. Ja. De belevenis. Ja, zeker. Gezellige jongens om je onder je en zo, dus ja. Nee, dat vind ik prima, ja. Maar dan komen we aan de knin, dat is wel een groot hobby, hè? Ja, mijn knin is mijn hobby, want dan ga ik niet naar Ovias toe en ook niet naar de cross. Dan, ja. En hoe ben je door zo verzeld eigenlijk bij de knin? Ja, bij knin, dat heb ik al van, ja, wat moet ik zeggen, dat heb ik al. Nou, toen ik bij u waren, zeg maar. Hier toen ik vrijgezel waren niet, maar toen ik getrouwd ben en zo, ik had altijd wat knin. Ja. En, want toen ik getrouwd ben, had ik op daar dat knin. En toen aan boven bad zaten, dat was de eerste dat we zaten. Toen had ik een knin in de tuin en het laatst nagel die. Toen kom ik s'avonds weer van het werk af en ik kijk door in het hok en de buiten gewoon loslopen. Ja. En dan had ik laatst nagel dat gezond gerest erin gooide. Ik zei, die mevrouw, wie heeft dat er dan? Ja, dat is Klaas dan. Ik zei, man, dan hoor die knin door van. Dat kun je ja. Niet hebben, hè? Nee. Kun je dikke bassen van de vreten zoveel van de knapen zo elkaar. Ja. Nou, ik heb die rommel eruit gehoord en ben de Klaas gelopen, maar ik zeg, maar dat moet je niet weer doen, dat is, Maar deed je toen al mee aan de tentoonstelling nee, en zo? Nee, wanneer ben je er ook mee begonnen? De tentoonstelling, ja, hoe lang is dat geleden? Ja, misschien wel, maar 25 jaar dacht ik. Ja. Ik weet het niet precies. Maar dat kwam zo, ik had altijd reuzen al, ik heb, ja, misschien wel 50 reuzen gehad, door elkaar al die jaren, maar die gingen voor de slag weg of zo. Maar toen ben ze bij mij gekomen, toen zeiden ze, Kees, ga je maar meedoen aan de tentoonstelling. Nou ja, en dan ben ik niet zo handig van schrijven en lezen niet. Nee. Maar dan heb ze me mee geholpen en zo, en dan kan ik me nu wel wat mee redden. Maar in ieder geval, ik redde me er nog mee, dat heet het niet hoor. Maar toen kwam Harm Kroeze, uit Oosterbolde vandaan. Die was met mevrouw Schuurman getrouwd. Ja. En die zegt, Kees, ik zal je wel helpen. Nou ja, en zo ben ik bij de vereniging gekomen. Ja, bij de vereniging van Oldebroek gelijk al gekomen? Ja. En daar ben je hedendaags nog steeds. En dat doe je ook van alles, hè? Ja. Ja, dan loop ik sponsoring lopen door het hoor, ja, bloemen verkopen en ja. Ja, toch maar helpen met opbouwen en al dat genoeg. Ja, van alles wat, hè? Ja. Ja, daar ben ik ook heel druk mee ook, ja. Ja, want er zijn wel een klein aantal die dat doet. Ja. Waarvan onder hier ook. Ja. Ja, en dan Vlaamse reuzen. Waarom het de Vlaamse reus is, is nou, ik vind, omdat het zo groot is? Nou, ik vind, dat vind ik hem, ja, mooi knieën. Zeg maar, een knieën gries en een witte. Ik heb enkele keer nog eens een witte bier en zo, dat vind ik ook mooi. Maar ik vind een knin, ja. Een kleintje vind ik ook wel mooi, maar niet om zelf te hebben. Ik heb ook Wenerzaad, heb ik ook al een keer een uur mee gehad. Ja. In Benneveld. Dat was de ene keer, want toen kwam ik zo en toen zegt die vrouw die mijn. Ik zeg van hier, ik wil hebben mijn buken en mijn ding. Nou, zegt ze, ik ben niet blij met jou. Ik zeg niet blij met mij. Nee, waarom niet? Nou, zegt ze, hier heb een uur gehoord met een knin en die met 240 gulden komt toe. Was dat gulden? Ja.
Ik zei, nou, dat is mooi. Ik zei, dan komen we direct een gebakje nemen, koffie met gebak, maar, nou ja. En die u die hier verder kikkers, een u is uitzonderlijk? Ja, uitmuntend, hoger kun je niet. Of uitmuntend? Ja. Ja, dat is de oogste. Ja. Ja. En nou, je hebt er wel nog wat een u gezaald in. Ja, dat in het verleden nog niet. Ja. Vorig jaar drieën. Ja, en dan ben je ook weer tentoonstelling de Bossen West, waar heel Nederland eigenlijk bij elkaar komt, hè? Nee, de Bos niet. Waar ik weer. De Bos is niet meer. Nee, dat richting Noorn. Utrecht en Zuidlaren. Zuidlaren, ja, inderdaad. Zuidlaren, nou, ook de mooiste reus van jou, ja. Ja. Ik heb een hele mooie klokken gekregen daarvan. Ja. Maar hoe kreeg je die knie mooi? Ja, jongen, daar ben je alle dagen mee bezig mee. Je hoeft ze niet alle dagen precies uit hakken te worden, maar zo om de dag, dan pak je uit hakken en dan vrije je eroverheen het roe hoor eruit en schone. Ja. Ja, en op dit voeren en ja, op dit mag Joost Manders zei ze in de nieuws, hij zegt van, ja, eerder ging ik werken, dan ging ik om 5 uur en dan voer de knin. Ja. Nou, ik bedoel, en dan kom je weer en dan kijk je weer naar de knin en je gaat weer je beunazen en dan klaar. Maar om een goed soort te krijgen, ja, dan heb je wel een goede knin nodig, hè? Dan moet je met... goede ram. Goede ram, maar ja. Maar wissel je dat uit met mensen? Ja, met Bos, uit Borspiek, ja. Zoek dat. En met Jan Schoonholm. Maar ja, Jan Schoonholm die is dan zo ongelukkig. Ik zeg al, die heeft de schuren te opgesloten. Ja. De knieën die zitten te veel opgesloten. En dat wil ik niet aan. Ik heb dat wel last zeggen, maar de komt zit alles dichter. Ja, ja, de deuren wel last. Ja. Maar dat raam en zo, hij zegt, dat zit op te sloten. Dus. Ja. Je hebt een natuurlijke, want dat valt me op. Je hebt de hangen en je hebt wel buitenlucht. Ja, iemand is een buitenlucht. Het is een reus is een knieën, want het moet nou, frisse lucht hebben, laat ik zo zeggen. Dat moet niet. Als die bij Jan in de schuur komt, dan kun je direct roepen dat je knin hebt. Dan kun je, ja, je hebt geen knin, maar als hij nu goed knin dan kon hij niks bij meer roepen, maar dat roep je niet. Nee, omdat we buiten bent. Want ik ben een paar jaar bij Grudebest en dan ging ik wel eens naar Jan toe kijken echt naar de knin. Maar hij dan binnen in de schuur kwam, dan denk je, jee, ja, stinkt het bij mij nog altijd zo. Ik zeg maar zo wat. Ja, ja. Nou ja. Ben de vullen van die liefhebbers die dat zo doet, op die manier? Nou, dat weet ik niet. Er werden wel vullen, die hebben ze wel bloot zitten, laat ik zo zeggen. Zeg maar, open dan, laat ik zo zeggen. Ja. Opgesloten, dat ja, een pelsdier, hè? Dat is een pelsdier, dus die kan tegen de kou. Ja. Dus, En dan zegt ze wel eens: wortels is ook goed voor knin. Ja. Nou, wortels, ik ben niet zo'n aardig wortel, ik heel niet. Nee. Mais. Mais, daar krijg je goede pelsen van en zo. Dat, ja, dat heb ik ervaring met boldenvangen of met boldenmessen. Als je mais geeft, dan krijg je bolden, er zit dan niet geen oor op. Zie, en dat, op mijn knieën moet wel geen oor op zitten, maar pels op zitten. Ja. Maar die moet, ja, soepel ween, los ween, zeg ja, maar. Je moet niet te terug ween en zo. En van mais krijg je mooie pelzen. En pak je mais zo van de kolf af? Zo van de kolf, zo met mesterdeur en dan iets hakken. Ja, dan fredde dat op. Ja. En dat moet heel goed wezen. Ja. Ja, en hij er uitzonderlijke knieën bij zitten, dan zeg je, dat is mijn topper? Nou, ik heb, ja, ik eigenlijk mag ween, ik wel 4 groeien van jou. Ja. Nou, ze hebben nog geen uur hoor, maar ik weet ook niet of ze dat redden, maar niet, dat, ja. Dan moeten ze wel heel goed winnen, zeg ik. Ja, maar nu zijn er natuurlijk ook wel mensen hebben die graag knieën weer kopen. Ja. Ja, die kun je allemaal wel kwijt. Ja, hè? Die krijgen ze, die kun je allemaal wel kwijt. En er zitten door een knappe prijs naar van binnen of is het koffie te kijken? Ja, die. Maar goed, lusten, Jan, eerder liefhebbers, ik bedoel, hij dan ja, 200 of 150 euro vragen, dan waren ze weg. Ja. Maar ik ga geen knieën kopen voor 250 euro, een keer 50, 60 euro en zo. Leg maar, een keer een ander met hem. Ja. Maar Willy, ben met 3 knieënvakkers hier in de buurt staan. En wie wisselt van ram en zo, gor ik naar Dorswijk toe. En ik zeg, jongen, mag ik uw ram zo lang? Nee, maar meer Kees. Misschien kan ik die ram zo een week of 14 dagen in het hakken doen. Ja. En ook wel een maand. En degene die ram uitleent, geven die ook wel eens een knieën cadeau af? Nou ja, die zegt wel eens, nou, laat me er maar eens een keer in uitzoeken of zo, weet je wel. Ja. Als je te weinig knieën hebt. Als ik nu vullen knieën heb, jonge knieën heb, en die man heeft te weinig, dan zeg ik hier, heb je de voor van mij. Zo, dan wisselen we. Ja, ja. En wat dat opgroeit, ja. Ik kan niet zien, als je zo bent, kan ik niet zien en zeggen van, nou dat wat zonder je. Nee, nee. Nee. En is er een limiet aan verbinden, zoveel mag je erin zetten? Nou, je mag er net zoveel in zetten als je zelf voelt. Oh, maar dat kost allemaal geld, hè. Ja, en inleg, is dat duur of? Nou, bij gewoon hier, bij de tentoonstelling hier in de buurt, is dus 3,5 euro is het hoogste. Per knieën. Per knieën. Ja. Maar als je naar Zuid-Laan hoort, nou, dan kan het wel 5,5 euro in. Ja, dat is vrij hoog. Ja. Dat is ook algemeen. Ja. Ja, er zitten ook
ja, 5000 dieren zo beetje, zeg maar. Alles kippen en enten en al wat er zit. Dus. Ja. En in Oldebroek zelf, heb je veel liefhebbers nog? Of? In Oldebroek hebben we 4000 vakkers. 4? Ja. En de rest is allemaal... Nou, andere soorten in. Ja, Hollandertjes, ja, en nummer op. Ja. En de ene die, ja, deft kippen en doen. Ja. Maar doen jullie dat altijd samen of organiseren? Ja, hoe bedoel je dat samen? De algemene tentoonstelling? Nee, want nu zit er ook weer een tentoonstelling aan de komen natuurlijk. Ja. Want jullie, ja, hebben dat meestal eind van het jaar, hè? Ja. Nee, dat is een eigen tentoonstelling. Dat maken anderen niet bij. Dat is gewoon een eigen, oh, ja, onze eigen club is dat. Ja, ja. En dan ga je een open tentoonstelling. En doen jullie dat best? Nee, dat doen we niet. Daar hebben we geen ruimte voor en zo. En dan moet, nee, ja, en dan moet je volk voor hem. Ja. Maar we hebben alle jaren een eigen tentoonstelling en dat geeft goed, zou ik zeggen. Ja, jullie hebben een hele tijd ook in het Telder gezeten. Ja. Dat is later veranderd. Ja. Waar is, ja, van het jaar nu dan? Van het jaar bij de Fruituin. Bij de Fruituin? Ja, de Fruituin. Daar is het nu derde jaren. Ja, ja. Bij Van Beek. Ja. Ja. Maar dat is mooi, ik vind dat een mooie locatie. Het had iets rummer aanwezig en de verlichting vind ik een beetje... Ja, dat had iets beter kunt. Ja. Want ik bedoel, ja, die kaarten die op de kooi hangen, nou, die kun je slecht... Slecht lezen, zou ik zo zeggen dan. Ja. Met het lichaam gewoon. Want maar, het licht valt of iemand een kaart die naar boven mond of iets naar links of rechts rijdt. Maar die keurmeesters, wat kijkt die dan nou? Kijkt, ja, je ook naar dat soort dingen, hoe de aankleding, nou, is van... Nee, daar kijk een keurmeester. Een keurmeester die is alleen nog maar voor knieën of, ja, voor een kippen. Ja. En die bekijkt de knieën van boven, van onder, van achter. Ja, je kunt het overal nog. Ja, maar die maakt niet uit waar erin zit. Nee. 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 Nou ja, een reus kun je niet in een kippenkooi zien, maar dan krijg je hem er niet. Nee, nee, nee. Zo groot is het. Ja, drum. Ja, ja. Maar die vader van de rest interesseert die mensen dat niet? Nee, nee. Dat is meer specifiek, nee. Nee, de organisatie hebt, die dat mee doet. Nee, je hebt knienkeurmissers en kippen en enten. Ja. Nou ja, en verzantenkeurmissers heb je ook, dus je bent verschillende, zeg maar. Hier hebben A-keurmissers en een B en een C. Ja, ja. A die mag alles keuren en een B die mag, ja, zoveel procent keuren en een C, ja, die begint volgens mij net of ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Maar ze pakken allemaal een knine, ja. Ze weten niet waar er van is, hè? Nee. Ze maakt maar aan de ene kant van het nummer kijken van waar ze geboren bent, ja, en de andere kant in het oren daar zit het nummer van de vereniging. Dus als je een keurmeester hebt, die denk ik van, nou die man, ja, als ik aan het komen met knin, laat me zo zeggen, en ik zonder toevallig bijwezen en die keurmissen ziet je lopen en zeggen, oh, daar zit een knin van meneer, ik zeg maar wat. Ja, ja. Dus, ja, nou ja, die heeft niks anders dan de reuzen, dat weet hij. Als je dan bij reuzen loopt, dan, ja. Zie, maar dat mag normaal niet naar kijken, man. Ik bedoel, nee. Maar als hij erbij bent bij zo'n keurmissen, dan moet je ook niet de smoel open doen en zeggen van, nou, die is van min. Nee, maar dan je niks mee te maken. Nee. Maar ik heb alle boeken aan dragen bij reuzen en ik had mijn eigen knin ook. Ja. Maar je zult nooit huren en zeggen van, god, Kees of dit of dat, als ze mij wat vragen en je zegt wat, dan zeg ik wat en anders dan heb ik er niks mee te maken. Nee, nee. Ik ben voor de keurmeester, die moet er uitzoeken wat het ervan maakt. Ja, maar hij was meer maar dat dezelfde keurmeester op een andere tentoonstelling ook knin te pakken heeft. Ja. Kent hij dan die knin wel weer? Nou, meestal wel, ja. Ja, ja. Dan weten we dat er wanneer is. Ja, ja. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Want dat bent goede kennis, hè, die, ja, die mensen. Ja. Maar ja, ja. Dus wat dat betreft... Ja. Ja. Ah, wie bent van het jaar ook naar de Vlaamse Reuzenclub, ja, dat is ook een jong dier daar. Ja. Maar als dan die mensen bij je kunt lopen, die zeggen direct van, daar zit er een van Kees en die bent van, denk, die kinderen kun je precies uitkennen, zeg. Ja, hè? Ik zeg, kun je, ja, die net uitkennen? Ja, zeggen. Die bent alleen nog een slagje beter. Ja, dan ben je ook de van Bos kennis. En van mijn andere, ja, ja, ja. Maar Bos heeft heel veel goede kinderen, ja. Dan ben ik je juist wel. Ja. En hij ook mensen van buiten nog, zeg maar, buiten de gemeente die u eens benaderd en zegt, nou meneer Van Eerder, ik wil wel graag een goed jonk van uw uit Nes. Nee, of is het gewoon... Is, dat geeft wel weer weg. Dat moet ik zeggen, zeg maar. Dus ja, als ik een goede knin heb, denk ik, je kunt ze allemaal niet holen. En die goed bent, zet die te koop. Ja, die kunt wel naar Engeland, België, Duitsland, ja. Ja, die kunt wel overal in. Die gaat overal in. Ja. Ja. Maar je hebt niet meer specifiek, nee, mensen? Nee. Die hier naartoe reden, alle woorden. Ja, van god, je komt wel uit Brabant. Ja, dat bedoel ik met de vragen dus. Ja, ja. Maar die kunnen ze weg kwijt. Ja. Ja. Maar dan ben je toch ook zo leeg, hè? Ja. Van je groeien, ja. Ja, dat kun je, ja, zeker. Dan, ja. Dan wil iedereen dan wel de bellen drukken, zeg, ja, al die. Dan wil iedereen wel een knin hebben. Ja, ja. Maar wat is er met in de knin gebeuren? Is dat een doelstelling met een hele grote aantal of met een, nee, hele, nee, kleine? Ja, je moet
Je kunt niet zeggen van ik doe twee keer in dat het goed is. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, nee. Ik vind het dat zo altijd, die doeven lui, ja, die hebben, ja, 100 doeven. Ja. Als die lui nu met 10 doeven mijn huur kon redden, wat denken ze dan? Ja, dan ging de 90 weg. Nou, wat niet? Zie. Ja. Nou, zo geeft bij ons met de knippen net zo. Ja. Ik kan niet zien, als het eruit komt, ik kan wel mooi zien dat het met mooie, gezonde, vlatte knindigjes. Dan zeg ik, nou klaar, Kees, dan kan je een beetje nog wel mooi net zien. Ja. Maar ja, dan krijg je de ziekte onder en dan gooit je door. Ja. Nou, hol je 2 of 3 over. Nou. Ja, dat leer je ook regelmatig, ja, hè? Dikke bubbelziekte, met z'n zo door. Hoe ontstaat dat? Ja, weet je dat? Dat maar. Dat weten jullie ook niet? Nee. Dat weet de veeartsen nog niet? Nee, ook niet. Ja, dan kun je wel in nog aan, moet je betalen en dan geld bij kwijt en die gooit je door. Ja, ja, ja. Nou, er is geen rennen anders. Nee, er is niks aan. Nee, ja, dat meen ik zo. En het allerbeste trekt de kop in elkaar en in de container en weg. Ja, dat is natuurlijk ontzonde. Ja, nou, ja, goed. Ja, we worden vandaan komen, toen komen we vandaan, ik weet het niet. Nee. Dat weet ik niet. Nee. Dat is gewoon zo. Maar nu, ja, wel word ik weer het wezen vandaan. Lindeboom. En ja, zeg Kees, ik heb een spul. Hij had het van het jaar ook gehad, hij had een spul voor, dat was van een zak en die was wat duur. Ja. Ik zei, nou ja, als een zakje duur is, dat hindert niks. Als je ermee redden kunt, ja, dan koop je zo'n zakje. Ja. Maar als hij naar de veearts gaat, die geeft er wat voor, zei nou dit of dat. Je bent door, het kost €20, je neemt wat mee, kost €20. En nou klaar, dan ben je €40 kwijt. En die 2 dagen erna ligt ze door. Nou, dat is nog niks. Nee, dat weet je niet veel. Dat niet dan, dus er hoef je niet in te gaan, dat meen ik zo. En dat neem ik die meesten niet geworden. Nee. Die weten dat gewoon niet. Nee. Maar dan kom je aan het volgende, komt er ook een nieuwe leden waarbij je... Nee. Of takelde een beetje wel een jong misschien of zo, maar hier bij Oldebroek en zo, dat kan je met allemaal mensen die het werk op mijn knap, met allemaal mensen van zeg maar boven de 50. Ja, ja, ja. En voor de rest komt geen aanwas meer aan. Nee. Zoals in Veulen, dierlijke sportman bij de duiven, ja, wordt ook steeds minder. Maar, ja, nou vraag dat maar aan de doelkeel. Ja, dat wordt ook steeds minder. Ik heb toen de doemlokaal ook gebouwd in de vrije tijd, weet je wel. Ja. Nou, er waren er misschien wel 40 leden. Ja. Nou, nu heb ze er nog 15, vind ik pas van ruzie. Ja. Nou. En hoeveel leden hebben jullie nog bij een Oldebroek? Ja, misschien leden die actief zijn, laten we zo zeggen, misschien 50. Ja, ja. Zeg maar. Die met sport bezig zijn. Ja, zeg maar. Dat op maar zich... Ja, misschien wel wat 70 leden nog. Of, ja. Maar ja, zeg maar, die. Die bleef gewoon lid om de verenigde te steunen, ik zeg maar zo. Ja, ja. Nou ja, dat was, dan kost ik hier 6 euro in het jaar, wat is dat nu? En doen jullie ook wel samen met wezen bij zo? Nou, daar ben ze wel mee bezig. Dat wilden ze wel, want die vereniging, die kunt elkaar niet meer, je kunt dat lessen niet meer ophoesten. Het wordt alles wat duurder. Ja, ja. En dan het lessen, ja, die valt weg en je moet een volk hebben om dat... Ja, want laat zei je, ik ben ook lid in wezen. Ja. En daar heb ik ook opbouwen en afbreken en ik zeg maar zo, dat vind ik ook mooi. Ja, maar om die kosten te drukken is eigenlijk genoodzaak een biele malle ruiters die tentoonstelling te houden. Ja. Op de grens van Oldebroek had hem. Hè? Ja. Ja. Ja, wat vind je ja, die meneer zie je, geloven dat ze door gelukkig niks voor hoeven te betalen. Nee, nee. Zie, ik bedoel alleen als de consumptie is voor die mensen die de kantine die bij hebben. Nou ja, dat is dan wel logisch, dan geeft het ook niet aan. Nee. Maar dat is, als je zo'n ding hebt voor niks, maar wie zaten in de talter? Dan moet je €1500 alleen nog gaan betalen voor die 3 dagen. Ja. Dan heb je nog niks. Dan moet je nog wat verdienen als... Wat niet? Ja. Als je dan zo'n kleine vereniging bent, wat moet dat vandaan komen? Ja, dat red je niet. Nee, dat kan toch niet? Nee. Maar nee. Want eigenlijk al die sponsors binnen om alleen de kosten te betalen van uw accommodatie. Ja. Mooi knint het hoofdstelling. Ja. Ja, dus je wil geen meter weer ervan. En ook geen cent. Nee, het hoeft ook geen honderden op te leveren. Als dat altijd in de bieding likken blijft, laat maar zeggen, dan blijft iets over. Die gooien eens een keer met knin, met jeugd gooien eens een keer ergens in en zo voor de vereniging om te steunen en zo. Ja. Zo, de één keer in het jaar als hier een barbecue achter thuis. Nou, dat vind ik ook hartstikke mooi. Maar ik bedoel, ik hoor dat vlees allemaal zelf op en ik verzorg dat allemaal. Ja. En dan komen ze hier en dan per persoon eten en drinken, €12,5. Nou, we gooien over eens van innen. Ja, dat is. Voor het nog naar van om toe. Ja. Om door samen te gaan eten en iets drinken. Ja. Nou, wat ben je dan kwijt? Ja, en na die kleine aantal leden, dan kun je dat zo niet betalen. Nee. Nee. Nee, dat is gewoon zo. Maar die kosten zijn dan te hoog. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, dat kan gewoon niet. Ja, dus gemoedelijkheid is er zeker nog bij jullie. Jawel. Onder elkaar. Ja, natuurlijk wel. Ja. Heb je in de toekomst nog een doelstelling met de knin? Doelstelling. Ik ga gewoon, zolang ik kan, ik ga gewoon duur. Ja. Laat maar zo zeggen dan. En ik bedoel, en die ene jongen ben je gelukkiger dan de andere jongen. Ja.
ja, dan heb je iets meer de knieën. Ik had rekenen en ja, ik weet niet wanneer, een jaar geleden. En zag ik met twee voeten zag ik allebei een uur mee eruit. Ja. Dus dan kwam Jan Schoon om. Maar toen zei ik, Kees, je moet min door een voet ervan. Ja. Nou ja. Ja. Ik zei, jongen, Tim, als die tentoonstelling af is, dan kom maar. En dan kun je een knieën zoeken. Ja. Dan neemt men niet meer welke. Ja. Ik weet ook niet welke als de beste is. Nee. Dat kan ik ook niet zien. Nee. Ze hebben allebei een uur. Ik zeg, nou ja, klaar. Of niet? Ik zeg, dan komt maar en dan neemt hij maar een mee. Kost je niks, je neemt maar mee, die is voor jou. Ja. Nou, klaar. En wat is er nog? En hij haalt er niks uit en ik heb wel weer jong. Nou ja, zeg het maar. Ja. Dus ik heb hem niet gegeven, dus ik kan niet in me zijn van Kees. Nee, je hebt hem in de eer gegeven, dus nee, dat, of niet? Nee. Ja. Dat is heel... Dan moet je gewoon geluk mee hebben. Ja. Dat is gewoon, ja, dat meen ik zo. Je moet een goede ram op hem, dat moet op elkaar passen en zo. Ja, dus ja. En om die puzzel compleet te krijgen, dan zet er eerst wel even Mark in natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. En ja, de verzorging en zo, daar geeft het helemaal niet om. Je moet ze schoon hebben, vol op in stro leggen, je moet schoon blijven. Ja, al die, allemaal kleine dingen, maar dat is gewoon, dat moet gewoon zo. Ja. Dat bent niet dat je zegt van, jongens, ik doe die knin niet lekker achter de schuren zitten. Nee, nee. Je ziet wel, die lopen zo'n hak in en dan rommel en achter de schuren. Ja. Eén keer in de week, ik gewoon niet een paar aanvegen, dat ook niet. Eén keer in de week, als ik ze schoon maak, dan... Als ik een maas heb, dan veeg ik dat weg, die rommelen. Ja. Dan denk ik, nou klaar, dat kan ik mooi kuien. En spinnenkappers in het zomer zorg ik helemaal niet weg voor dat ding, niet. Want dan geeft het ongedierte in. Zeg maar, dan geeft die mocht, die hoort niet, want die kunt ook allemaal ziekte meebrengen. Ja. Zo, hè. Ja. Dus, dus wat dat betreft, dan is Kees van Heerde nog langer niet klaar met zijn knieën. Nou nee, dat hoop ik nog niet, nee. 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 Hoe oud ben je inmiddels, Kees? 68. 68. Ja, dan kun je nog even, hè? Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. En dan de rest er meer als vrijwilliger en zo? Dat... Ja, zeker. Ja. Dat vind ik wel mooi werk. Ja. Ja, dat ben ik zo. Ja. Je geniet ook van dat soort dingen, hè? Ja. En zo, ja, beste kikkers, weten we het allemaal, dat Kees van Heerde liefhebber is van de knieën, echte vrijwilliger is voor op de gemeente Oldebroek. En als we dan praat over een erepenning, nou, dan kunnen we rustig zijn dat hij dat wel eens een keer heeft verdiend. Kees, bedankt jongen voor het gesprek. En veel succes en tot slot. Wanneer is de tentoonstelling trouwens van de knieën bij Fruituin van Beek? Oh, dat is altijd de eerste weken van net voor Sonder Kloos altijd. Ik weet het niet. Dat is dus in december? Ja. Heel goed. Het is de 28, 29 van november. En 1 december zo'n beetje door al die doortussen zit het. Bedankt voor het gesprek. En wie weet krijg weer een UGI door zo. Ja. En dan ben je weer een handenvaller.